kom je interviewen. Ik heb een mini microotje. Hey, welkom bij een nieuwe video. Mijn naam is Tom V of Tom V Makeup. Vandaag een beetje een andere video. Ik ben super excited, want ik vraag al zo lang voor eens opgemaakt te worden door de famous Carolien Quérijnen. Ik bedoel, come on. Nee, als er een make-up artist is in België dat je moet kennen en dat je moet volgen, is het Carolien Quérijnen. Ik ga even haar dingen hieronder zetten. Instagram, follow her. Echt waar. Haar werk is gewoon out of this world. Volgens Tom. Voilà. Alright, maar eindelijk is een dag aangekomen dat dus Carolien straks mijn make-up gaat doen. En jij dat niet soms, want je doet altijd make-up bij zoveel verschillende mensen dat je zo de urge hebt van ah, ik wil ook eens gewoon opgemaakt worden. Maar dan liefst wel door een goede make-up artist. Heb jij dat soms niet? Ja, ik kwam eigenlijk naar u en dacht, yes, ik ga opgemaakt worden. Wat? Is dat echt? Dacht je dat? Nee, maar die Indian urge heb ik ook wel eens. Ah, okay. Want dan moet mijn wenkbrauwen eens doen. Ah. Maar ja, we gaan dat wel eens doen, hè? We gaan dat wel eens doen, hè? Ik moet kijken naar mijn wenkbrauwen. Weet jij nog wanneer we elkaar voor het eerst, wanneer we voor het eerst samengewerkt hebben? Ja, met die shoot van de, in de plantentuin. Ja, en kende jij mij ervoor? Ik ken Carolien keihard. Echt? Ja, tuurlijk. Serieus? Ja, als ik lieg er niet over, als ik bedoel, kom aan. Ja, ik ben ook al veel langer bezig als je moet. Dat is waar. Ik ben ook ouder als Tom. Nee, maar ja, ik ben al wel van mijn 18 bezig. Ja, dus dat is wel crazy. Lang, hè? Dat is. Ik had keiveel stress op die shoot. Dat is de tweede of derde keer dat ik voor die fotograaf werkte. Dus in de allereerste keer, ik weet dat nog goed, en ik wist wie dat jij waart. Ik ken je job ook. Jij wordt je model aan het opmaken. We zaten aan de ene tafel, ik kan aan de ene kant, jij aan de andere kant. En een model keek weg van mij en mijn model keek ook weg van u. Dus ik kon helemaal niet zien wat we aan toe waren. Dus ik zat echt vol zelfvertrouwen totdat uw model zich omdraaide. Carolien, ik werd gewoon onpasselijk. Die draaide om en was zo. Ik had nog nooit zo'n highlight gezien. Hoe is ze dat gedaan? Ik moest meegaan in dat verhaal van uw make-up, want ik kon moeilijk zo'n... Ja, ik ben gewoon om direct zo vol een bak te gaan. En ik was ook keibraaf. En jij werd iets braver. Ja, dat was ook. Dus dankzij Carolien. En dan moet hij mee volgen, terwijl dat van hem wel echt mooi was. Ik heb keiveel geleerd van Carolien. Voor je eigen ook te pushen en zo. En dat was echt zo van, ja, je daagde me echt uit. Dat was goed, voor zo uit mijn comfortzone te komen. Maar dat is goed, de mij daagt dat uit. Ja. Heb jij dat nooit niet gehad? Ik denk dat ik dat zeker heb gehad. Ja, ik denk zeker in het begin. Ja, weet je, dat al een lang geleden. Mm-hmm. Maar ik heb die dat ook wel bij u, hè. Like dat wij in versies zo voor freaked van die dingen doen. En ik kijk dan zo, ja. En jij bent dan zo heel beauty bezig. En ik ben dan zo kei rough ontgaan. Van ver gaat dat dan wel graaf geven, effect, maar van dichtbij hebben dan de mensen die je op aan het maken zijn, de dansers en zoiets van oh ja, dat is kei mooi, want mensen willen nu toch altijd wel mooi voelen. En dan heb ik zoiets van, dan moet ik ook toch nog proberen altijd zo te combineren van in detail mooi te gaan, plus dat het een effect heeft. Maar dat is dan zo'n beetje een, ja, ik kan niet zeggen een wedstrijdje, maar dan zo een uitdaging om dat dan toch te doen, omdat ik zie dat jij dat aan het doen bent en dan ja, zo dat zo. Ja, zo meer die beauty er terug, die schoonheid erin te brengen. Ja, we werken keiveel samen. Dus uiteindelijk pakt je wel dingen over van elkaar en dat is alleen maar goed voor ons gewoon op zich. Bij mij is het echt gestart met mensen mooi maken. My belief in make-up is van als zij hun eigen goed voelen, dan gaan ze inderdaad meer stralen en de make-up gewoon meer verkopen. En zo'n freaky make-up is niet altijd makkelijk voor een model om dat te gaan dragen en dat bij waarde te willen dragen. Nee, maar daar moet je ook ergens over kunnen zetten, vind ik. Absoluut. Een model is niet voor niks een model. Het gaat niet om haar persoonlijkheid, het gaat om iets uit de beelden dat gecreëerd wordt. Ik heb modellen gehad die dan in de spiegel keken en dat is echt, al zeg ik het zelf, echt heel mooi. Echt wat ik wou brengen. En dat is iets dat, oh nee. Precies een clown. Terwijl dat de bedoeling is, juist. Ja, en als ze dan achteraf die foto's zien, dat ze zoiets hebben van, oh ja, dat is eigenlijk echt wel mooi. En hoe is make-up, hoe is dat eigenlijk voor u gestart? Ik heb in het middelbaar beeldende vorming gedaan, dus kunst. We hebben eenmaal op laatste van zesde een lesje gehad. En dan moesten ze zo'n object in je gezicht of in je lichaamsdeel
laten overlopen en ik had zo'n sjaal daar in mijn gezicht over. En dat was eigenlijk de eerste aanraking met schmink. Ik wou dan eigenlijk schilderkunst doen en uiteindelijk ben ik mode gaan doen in de academie. En ja, dat was eigenlijk toch niet echt helemaal iets voor mij. Dus dan, ja, dat is dan zo blijven hangen, die make-up en dingen. En eigenlijk het is een beetje een combinatie van fashion en schilderkunst dat ik dan ben gaan doen. Dat komt wel samen in je make-up. Maar ik doe ook ja, beauty, gewone hè? Beauty-dinges. En braadjes en dat. Dat wordt ik als een beetje vergeten. Ik krijg ook minder reactie op neutrale dingetjes zo dat ik doe. Allee, zo op sociale media, dus dan post ik dat op den duur al niet meer. Ik vind dat dan zelf ook zo, maar gewoontjes op foto. Ja, uiteindelijk, dat is ook een bron van inkomsten. Hè. Je kunt niet, zeker niet in België, alleen maar van die zotte dingen van doen. Die zotte dingen doen. Ja. Ja, dat is iets waar ik ook wel mee struggle soms. Ik probeer wel veel beauty dingen te posten, soms met wel een edge en zo. Zoals dat gezegd, die extremere foto's, ik heb dat al eens aangehaald op mijn kanaal, spreken gewoon veel meer. Nobody gives a shit als ik nu het zoveelste smoky eye post. Mm-hmm. Of het zoveelste meisje in een makeover gaat. Nobody gives a... Ja, dat geeft ook... Allee, dat is geen inspiratie voor anderen. Voilà. Dat is het eigenlijk. Ja. En dat is ook wel wat ik heel graag doe. Dat is om voorbij die grenzen te gaan, out of the box denken. Mm-hmm. Ik zie zoveel invloeden bij andere make-up artists van u. Allee, die echt? Beïnvloed zijn door u. Ja, absoluut. Want ik zie echt make-up artists die ook invloeden van u hebben. Dat ik weet van, die mensen hebben samengewerkt met Caroline en je ziet dat ook. They try. It is never, nooit the same. Want je hebt echt zo'n speciale touch aan uw make-up. Dat ik echt heel hard apprecieer en je hebt ook zo echt een stijl. En je ziet dat gewoon als iemand anders dat probeert ergens te kopiëren of zo. Of slecht kopiëren. Want, Gewoon een mens die niks van make-up kent, ziet hij het verschil tussen niet. Heel goed en gewoon goed. Oké, ik kon een foto posten van Caroline haar make-up. Ik kon die over Caroline zetten. Ja, maar dat is extreem niet goed en nee, goed. Dus dat is een goede foto. Ja. En hier hangt in deze zetten die dus nagedaan is. Zien jullie het verschil? Ik denk het wel. Ja, maar dat is extreem. Dus ik ben met make-up begonnen in volwassen onderwijs. Op zich was dat niet zo'n goede opleiding, maar ça va, ik had heel veel chance met mijn leerkracht. Van Jill Plans, face painting en grimmen. En daar heb ik eigenlijk het meeste van geleerd. En het zijn die dingen met licht- en schaduwwerken, met kleuren combineren. Dat het belangrijkste is dat het verschil maakt. Ik merk ook als ik lesgeef, van ik geef hetzelfde aan elke leerling op zich. Hè. Toch zeker die beginselen. Het is wel wat je er zelf mee doet en het gaat vaak over stijl, over smaak. En dat zijn dingen dat je niet kunt... Nee. Dat kun je niet, creativiteit, dat kun je niet aanleren. Je kunt iemand dingen aanreiken, maar ze gewoon altijd blijven in hetzelfde dingetje dat ze aangeleerd hebben als ze niet creatief genoeg zijn. Ja, maar dat is het artistieke stuk. Kunst moet je zien. Je moet kunnen leren zien. Al kunnen de techniek... Het moet op die moment gecreëerd worden en als je het niet ziet, dan zie je het niet. Ja, dan gaat het er ook niet uitkomen. Wat vind je het belangrijkste element van een make-up artist? Wat moet er zeker zijn? De durf van, doe dat gewoon, weet je, zet die lijn. Een lijn die geforceerd is gezet met angst, dat zie je. Dat is het vooral, durven. En als het niet goed is, je hebt nog altijd wattenschijfjes en nokjes. Alleen dan doet het gewoon weg. Dat is echt de nagel op de kop, want ik zeg heel vaak tegen de studenten ook in de academy van, het is goed, maar, het is altijd bouwend, hè? Maar ik zie echt de twijfel in je make-up. Je wist niet waar je hier moest stoppen, hè, bij die wenkbrauw. Ja, inderdaad, ik weet nooit niet. Je ziet dat ook, je ziet een twijfel. Dus inderdaad, dus... Maar dat is ook wel een beetje ervaring. Een tip voor... Als je een tip moet geven voor beginnende make-up artists. Ik ga volledig voor de make-up. Ik word ook ineens zelfstandig. Niet van half zelfstandig. Je was daar allemaal in bijbroek. Gewoon je erin smijten. Mm-hmm. En oké, in het begin moet het dan wel met wat minder stellen. Maar dat is iets waar je opbouwt. Dat je zelf voor kiest. Ja, gewoon keiveel doen. Gewoon doen. En ga voorbij die grenzen. Zijn niet bang. Doe echt eens iets van oké, we laten ons gewoon gaan.
We zullen eens zien of ik er een ring kan zien waar ik mee ga staan als de beat. Ik had ook zoiets van, weet, geef mij gewoon een palet, ik doe daar iets mee. Het Alien palet van Jeffree Star. Ja, als ik samenwerk met mensen, is 9 op de 10 is sowieso met Caroline. Waar ik heel dankbaar voor ben en heel blij dat ik haar leren kennen. Klaar? Ik vind het echt kei cool. Ik ga nu interviewen. Ik heb een mini microotje. Ja, het is kei graaf. Ik had gezegd tegen u van, doe iets met dat palet van Jeffree Star, dat Alien palet. Die heeft er gewoon een halve special effects make-up uitgeslagen, zonder eigenlijk erop voorbereid te zijn. Ja, dus voor mij is het een beetje dubbel, eerlijk gezegd. Ja, omdat jij vindt dat je niet het juiste materiaal mag. Maar dat je ja, omdat ik geen special effects specialist ben. En beauty is het ook niet, dus het is zoiets in between geworden. En sorry, ja, het is kei graaf. Maar je hebt echt wel dus van iets dat schraal was, want ik had deze dus zelf gemaakt, dat heb jij niet gemaakt, maar je hebt er nog zo... Ik heb die verknipt, ik heb er schubbetjes in geknipt en eigenlijk kan ik dat dan met deze ook doen. Het is gewoon nog graver geworden. Maar ik stel voor dat ik dat bij je ook eens ga doen, het zal niet zo, het zal er wel niet zo uitzien, vrees ik. Maar ja, ben je een alien of zo? Ben je ook een alien? Nee. Tof dat jullie teruggekeken hebt. Ik hoop dat jullie het tof vinden. Maar die vinden dat sowieso tof. Ik ben er zeker van. Kijk. Tom ziet er wel grappig uit. Ja. En ik ga vragen, please show her some love, want ze heeft ook een Instagram. Dus ga alsjeblieft haar Instagram gaan bezoeken. Hit die volgknop en toon dus aan haar hoe graag en hoe graaf dat je deze vindt. In de opmerkingen hieronder had zeker ook eens weten wat je ervan vond. Alright. Merci om te kijken. Like deze video, abonneer op het einde van de video door op het cirkeltje te duwen. En dan zie ik jullie graag de volgende keer terug voor een nieuwe video. Alright? Bye. Ciao!